Goedenavond. Ja, ik ben er. Ik ben hier in het Parktheater, hier voor de maan, niet op de maan. Ik vind het heel leuk om hier te zijn en leuk om je hier te zien. En ik ga je iets vertellen wat hopelijk aansluit op wat La Piratesse heeft laten horen. En wat ook gaat aansluiten wat u kunt zien straks in de Philipszaal. Sophie heeft me al aangekondigd. Ik ben Marjat Slob, de huidige Denker des Vaderlands. En toen ik werd gevraagd om Denker des Vaderlands te worden, want dat is een iets waar je voor gevraagd wordt, werd me ook verzocht om een motto te verzinnen. Dus elke Denker des Vaderlands die wordt geacht om een motto te hebben, wat kort en krachtig is en waarmee je de boer op kan, zou ik maar zeggen, om de schoonheid van filosofie te laten zien. En ik wist heel snel, eigenlijk intuïtief, ik wil het hebben over ruimte. Over ruim denken, over ruimte voor het denken, ruimte voor meer stemmigheid. Maar ook over nadenken over de fysieke ruimte. Hoe gaan we nou om? Hoe gaan we met elkaar om in de ruimte? Wetende dat er strijd zal zijn om de ruimte. Vanwege de druk op de ruimte met al die mensen waarmee we op onze planeet, op de aarde, het met elkaar te schaften hebben. Ik voorzag, en dat was natuurlijk geen hogere, daar hoef je niet enorm veel inzicht voor te hebben. Maar ik voorzag dat dat tot heel veel vragen zou leiden, waarin ook waarden en belangen zouden gaan botsen, het schuren. En ik dacht, daarbij kan een denker misschien een beetje helpen. Dus dat is waarom ik voor het thema ruim denken heb gekozen. Waarom ik het ook leuk vind om hier, als het ware, in de ruimte voor die maan te staan. En degene die mij benoemde, zou ik maar zeggen, die wilde ook altijd graag een stunt. En de stunt bij mijn benoeming was dat ik in een ruimtepakje gefotografeerd werd. Dus ik ging op een gegeven moment naar Wenda Rotterdam geroepen. Want er waren een soort kunstzinnige ruimtesatellieten en ruimtevaartuigjes. En het leek hen leuk om mij in zo'n ruimte vaartuig te fotograferen met een ruimtepakje aan en een soort ruimtehelm op. Dat kwam allemaal uit de feestwinkel en het was een beetje ludiek bedoeld. Maar het past ergens ook wel. En het past ook wel bij wat mij sinds die tijd bezig is gaan houden. Want u moet zich voorstellen, ik word een beetje overrompeld door die vraag. Wil je Denker des Vaderlands worden? En ik kies zo'n thema, maar wat het dan werkelijk voorstelt en hoe je dat gaat invullen, dat blijkt eigenlijk in die 2 jaar. En nu, als ik nu die foto terugzie van het begin, waarin ik met die helm en in mijn pakje voor dat ruimtevaartuig sta, dan denk ik, ben ik hier nou aan het opstijgen of ben ik nou aan het landen? Er zit een soort ambiguïteit in. Het kan zijn dat ik vertrek, het kan ook zijn dat ik aankom. En dat is iets wat me eigenlijk bezighoudt. Dat had ik toen helemaal niet zo bedacht, maar het zegt iets over een programma. Wat is je verlangen? Wil je weg of wil je juist arriveren? Het is denk ik echt een vraag voor deze tijd. Juist omdat de wereld, de planeet onder druk staat. En er denk ik een groot verlangen is om weg te gaan. Om een soort expansie te hebben. En je kunt je benauwd voelen. Je kunt je bijna gevangen voelen op de planeet die we bewonen. En ik zie dat een heleboel tech-miljardairs, ik noem maar Jeff Bezos van Amazon en Richard Branson van Virgin en natuurlijk Elon Musk, hun miljarden, de miljarden die ze hier op aarde hebben verdiend, stoppen in een ruimteprogramma om te kijken of ze verder kunnen met de expansie. En Elon Musk is daar het verst in. Hè? Die heeft echt al een heel commercieel bedrijf opgezet, SpaceX, om dat te proberen. En die heeft ook Starship ontworpen om te pendelen naar de maan en uiteindelijk zelfs naar Mars. Nou, op dit moment flopt het allemaal. Het schiet helemaal niet op, maar het is, hij gaat gewoon door. Hij ziet het als oefenen en als een soort ervaring opdoen. En het is duidelijk dat hij daar toekomst in ziet. En dat zijn verlangen is. Hij wil hier weg. Hij wil misschien ook die planeet exploiteren. Dat kan ook zijn, maar dat verlangen om de ruimte in te gaan, dat zie je heel duidelijk bij hem. Hij heeft echt interplanetaire plannen. En dat is dus een verlangen wat mensen kunnen hebben en wat iemand als Elon Musk heel duidelijk uitdraagt, waar hij voor staat op dit moment. En dat contrasteert met iets wat Hannah Arendt ooit heeft neergelegd, of eigenlijk geponeerd voor ons. In 1958 schreef zij haar hoofdwerk, The Human Condition, de menselijke conditie. En dat was een tijd waarin, er waren natuurlijk mensen op de maan geweest, maar er waren al wel satellieten in een baan om de aarde gebracht. En Hannah Arendt met haar inzicht en haar
doorzicht, hè, haar vermogen om echt te extrapoleren in gedachten, die voorzag dat dat iets zou gaan betekenen voor het leven hier op aarde en ook voor hoe wij mensen onszelf bekeken. En zij merkte al op dat er een soort sentiment was, dus toen de tijd al, eind jaren 50, van we willen hier niet gevangen zijn. En met hier is dan de aarde. Er was een soort sfeer omheen, een soort discours van die satellieten van nu gaan we onze ruimte uitbreiden. De kosmos is van ons, zeg maar. En daar kunnen we heen. Die kunnen we verkennen. En Arendt zei, dus in het voorwoord van haar boek The Human Condition, de menselijke conditie, een prachtig voorwoord. Dus als u de kans heeft, dan is het heel mooi om dat te lezen. Die zei, het gaat eigenlijk over liefde voor de aarde. Hoe kunnen we nou liefde voor de aarde betonen? Dat is de vraag. Dat is de vraag die ons mensen bezig zou moeten houden. Want de aarde, dat is de essentie van die menselijke conditie. Dus we zien hier twee kampen tegenover elkaar. De techmiljardairs, zal ik maar even oneerbiedig zeggen, die weg willen. En Hannah Arendt die zegt, we zouden juist moeten kijken hoe we hier op aarde kunnen wonen. Want dit is onze dampkring. Hier ademen we, hier bewegen we, hier zijn we geboren, hier zullen we sterven. Dus twee kampen tegenover elkaar. Hoezeer ik ook bewonder. Hè? Laat daar geen misverstanden over bestaan. Dit is ook een reeks waarin het gaat over de schoonheid van technologie, denk ik. En over de kracht van technologie. En dat erken ik. En ik vind het ook, hoewel ik zelf veel te bang zou zijn, vind ik het ook schitterend dat mensen durven die kosmos te verkennen. En durven om onze planeet te verlaten. Dus zodra het gaat over het vergroten van de ruimte en het vergroten van je besef wat nu eigenlijk onze leefwereld is, vind ik het een hele moedige en mooie en interessante onderneming, die hele ruimteverkenning. Maar het idee dat je werkelijk ergens anders zou kunnen willen wonen, dat is me totaal vreemd. Dus in die zin ben ik echt van het kamp Arendt, zou ik maar zeggen, van het kamp Hannah Arendt. En dat heeft er ook mee te maken dat ik denk dat wij als mens met ons hele hebben en houden, met ons bloed, met ons huid, met ons haar, zijn afgesteld op deze grond, op deze aarde. Ik ben echt een lichaamsdenker. Dus ik denk dat we als mensheid geëvolueerd zijn eigenlijk uit de oersoep. We zijn getransformeerde modder. We zijn spul. We zijn materie. Natuurlijk zijn we wie we zijn. Hè? Ik wil ons niet platter maken dan we zijn. Maar het wonder is voor mij dat de materie die we zijn, dat die kan denken, dat die kan voelen, dat die kan liefhebben. En dat die kan nadenken over materie zelf. Dat die dingen kan maken. Materie die andere materie vormt en maakt en bewerkt, dat is voor mij zoiets ongelooflijks en zoiets mysterieus. En dat is wat ik probeer te, ja, dat is voor mij het vraagstuk. Maar het heeft dus te maken, dat erkent, bazaal daarvoor is het idee, we zijn zelf spul, materie. We zijn aarde. Het is in die zin ashes to ashes. Van, we zijn uit de aarde gevormd, we zullen weer in de aarde neergaan. En heel soms denk ik ook, en ik bedoel ook de woorden die we maken, de taal, de gebaren, de muziek die we maken. Die is gegroeid, die is opgebloeid hier op aarde. Die heeft betekenis hier in deze dampkring. Ik denk dat als je met je spaceship naar Mars gaat, dat je werkelijk geen enkele tast meer hebt. Dat je je contouren, je hele verhouding kwijt bent. Je weet niet meer waar je je bevindt. Vrij letterlijk. En dat betekent ook mentaal. Dat je eigenlijk niet meer, je hebt geen ethiek voor wat daar goed leven is. Voor wat daar goed handelen is. Ik denk dat Musk onderschat hoe je van jezelf wegvaart als je onze dampkring verlaat. En ik zie het ook, ik misbruik hem even, want ik ken Musk verder helemaal niet. En hij doet maar. Maar ik denk ook dat verlangen van weggaan van de aarde, dat eigenlijk ook een uitdrukking is van een soort angst voor sterfelijkheid. Want als je tot je door laat dringen dat je spul bent, dat je materie bent, moet je eigenlijk ook aanvaarden dat die spul weer uit elkaar zal vallen.
Kortom, dat je dood zal gaan. Dat je weer in de aarde terug zal vloeien. En dat er andere wezens vormen, andere levens uit dat spul zullen ontstaan. En dat is voor de formatie die we nu zijn, voor het vormsel dat we nu zijn, natuurlijk een hele existentieel beklemmende gedachte. Dat valt niet te ontkennen. Ik zal niet doen alsof ik dat zelf ook niet voel. Dat is denk ik heel erg wat bij ons hoort. Dus ik snap dat wel. Maar ik denk, daar is geen ontsnappen aan. De zaak is, hoe verhoud je je daartoe? Hoe kun je daarmee leven? En dat is voor mij een open vraag. Dat ben ik eigenlijk aan het doen. Proberen om dat goed en fatsoenlijk te doen. Naar wat ik denk dat een goed leven is. Dus ik probeer niet te rebelleren tegen wat ik denk dat de menselijke conditie is. Om Hannah Arendt's woorden nog maar eens te misbruiken. Nou, ik ben filosoof. En wat is filosofie? Voor mij is dat het duiden en betekenis geven aan het feit dat je leeft. Op de manier zoals je leeft. Dus filosofie is voor mij altijd een zoektocht naar een manier om te formuleren wat het goede leven is. En met het goede leven bedoel ik niet lekker leven. Dat mag, maar dat hoeft het niet. Ik bedoel het eigenlijk breder. Ik bedoel, hoe kun je goed leven? Hoe is het leven goed? Wetende dat er oorlog is in Oekraïne, wetende dat er oorlog is in Gaza, dat allemaal meegenomen. Hoe is het leven dan goed? Wat betekent dat voor hoe ik hier nu goed mijn leven leid? Hoe wij hier nu goed ons leven leiden? En dat is een vraag die mij in ieder geval de laatste maanden echt naar de keel grijpt. Van hoe doe je dat inderdaad? Nou, het proberen dat daar woorden aan te geven, dat te articuleren, heel tastend. Heel zoekend, maar ook met de rijkdom eigenlijk van die filosofische traditie achter me. Dat is wat ik denk dat filosofie moet doen. Keer op keer voor je eigen tijd, voor je eigen positie, want je kunt toch niet afzien van jezelf. Proberen te formuleren wat jij denkt dat een goed leven is. En dat liefst ook uit te dragen en voor te leven haast, hè, voor jezelf op zijn minst. Dat is filosofie. Daarbij heb je natuurlijk, dat is ook een techniek, het gaat ook om goede argumenten. Maar de basale drijfveer is uitdrukking geven met taal wat een goed leven is. En dan gaat het erom, daarbij is voor mij erg groot belang. Dan kom je snel op vragen, hè? Vanuit die vraag, wat is een goed leven? En voor mij is een van de centrale vragen, wat zijn mensen eigenlijk? Want het is altijd een goed leven voor onze soort. En de vraag dus wat voor mensen een goed leven is, leidt je als het ware vrij snel, of mij in ieder geval, naar de vraag, wat zijn mensen eigenlijk voor wezens? Wat zijn we nou eigenlijk voor spul? Wat typeert ons nou? Wat is onze conditie nou? Daarin heb ik in mijn boek De Lege Hemel, wat Sophie al noemde, het gaat over eenzaamheid, maar daarin was de ruimte inderdaad een belangrijke metafoor. En een van de helden daar was David Bowie. Omdat hij, vind ik, als kunstenaar, ik zie David Bowie als een soort totaalkunstenaar, heel erg mooi heeft uitgebeeld of heeft gemanifesteerd eigenlijk wat die menselijke conditie is. En interessant genoeg heeft hij in 1969, dus het jaar waarin de eerste man op de man op de aarde, of nou ja, wat zeg ik nou, de eerste man op de maan zijn stap zette, Neil Armstrong, 1969, de zomer. In datzelfde jaar had Bowie zijn eerste grote hit, Space Oddity. Dus u kent het waarschijnlijk wel, Ground Control to Major Tom. Het gaat over een astronaut, Major Tom, die in een baan om de aarde wordt gebracht. In een tin can. Een tinnen doosje. Een onomhulsel. Een kwetsbare. Je hebt maar een tin om je heen. Daar ben je daar. In die ruimte. In een cirkel om de, of een baan om de planeet. En daar is hij. Hij kijkt op die aarde neer. En hij verliest op een gegeven moment het contact met ground control. Dus met het controlecentrum hier op aarde. En het lied gaat voor een deel over wat dat is, hè? Van straks lukt het je niet meer om op aarde te landen. Dan heb je dat motief weer. Hij is opgestegen, maar hoe kom je weer terug? Dat is een hele belangrijke vraag. Als mens, hoe kom je, wat doet het met je? Maar ook letterlijk, hoe kom je weer terug? Hoe kun je weer op aarde landen?
En in Space Oddity is dat een probleem. Het wordt niet opgelost of zo, er is alleen maar de situatie. Je gaat hier rond in die baan om de aarde, kwetsbaar in die tin can. En je verliest eigenlijk het contact met het controlecentrum. Voor mij is dat een metafoor. Het is een metafoor voor hoe wij mensen kunnen neerkijken op onze situatie, kunnen reflecteren op onze situatie en het soms moeilijk vinden om weer in onszelf te komen. Ik weet niet of ik me nou helder uitdruk, maar het kan zo zijn dat je als het ware buiten jezelf naar jezelf kijkt en dat je kan vervreemden van jezelf. Dat je denkt, ben ik dat? Is dit mijn leven? Is dit de situatie? Is dit waar we aan toe zijn? Weet je? Dat je als het ware van een afstandje naar jezelf kijkt en dat ook het lastig soms maakt om weer met jezelf samen te vallen. Voor mij, dan verlies je als het ware contact met je eigen ground control. Dus je kunt afstand nemen, maar hoe kom je weer terug? Dat is voor mij een belangrijke existentieel probleem. Dat is een belangrijke vraag die komt met het feit dat je mens bent. Het is een menselijk vermogen om op jezelf te reflecteren. En daarmee ontstaat gelijk ook de vraag, en hoe kom je dan weer naar jezelf terug? En als wie kom je naar jezelf terug? Wat is er ondertussen gebeurd? En dat is denk ik iets wat Bowie voor mij in ieder geval heel mooi en heel toegankelijk aan de orde heeft gesteld met dat lied Space Oddity. En dat is ook trouwens een prachtige titel, hè? Want je had natuurlijk Space Odyssey van Stanley Kubrick. En dat gaat over, nou ja, je gaat de ruimte in en tadaa, dan gaan we. Er zijn allerlei spannende dingen ondertussen natuurlijk. Maar dat is die drijfveer van Musk. En hij noemt het Space Oddity. Gekkigheid, weet je? Space vreemdheid. Dus we zijn wij zijn een vreemde entiteit eigenlijk in die ruimte. Juist omdat we denkende materie zijn die over zichzelf nadenkt. We zijn een oddity, een vreemde ruimtewezens eigenlijk. Of een ruimtevreemdheid, hoe je het maar wil vertalen. En ik vind het ontzettend mooi dat Bowie dat in die tijd al, weet je, in de hele hijsa en de opwinding van die eerste landing op de maan, dat hij dat al heeft weten te benoemen. En ik denk dat hij daar aan een thema raakt wat centraal staat in de filosofie. In ieder geval ook in de filosofie zoals ik die interessant vind. En trouwens sowieso met denkers en beschouwers veel breder dan alleen de klassieke filosofie. Bijvoorbeeld Olga Tokarczuk, die Poolse Nobelprijswinnaar, een schrijfster, een psycholoog. Die zei, wij mensen, we horen eigenlijk niet helemaal bij de wereld. Ja, dat komt een beetje overeen met wat ik zei. Van je kunt afstand nemen van jezelf. Je kunt op een of andere manier je onttrekken aan de directheid, aan de onmiddellijkheid van je leven hier en nu. En ik denk dat dat iets is wat in de filosofie een hele belangrijke lijn is. Of wat misschien wel een essentie is van de filosofie. Puur het idee dat je je op een dag realiseert, ik ben. Ik besta. Ik denk dat er een heleboel levensvormen zijn die gewoon leven. En van alles bedenken, hè, dus ze lossen hun dagelijkse problemen op. Dat doet een kat ook. Die gaat natuurlijk ook proberen om gewoon zo'n kostje bij elkaar te scharrelen. Maar ik weet niet of een kat denkt, ik ben. Hele jonge kinderen doen dat ook niet. Die zijn gewoon. Die doen wel van alles. En ja, ze handelen ook. Je kunt niet zeggen dat ze willoos zijn of zo. Maar of ze zich realiseren, ik ben, dat is maar de vraag. En dat duurt in ieder geval eventjes. Daar moeten je hersenen voor rijpen. In de ontwikkelingspsychologie wordt het op een jaar of 3-4 geschat. Dat je voor het eerst rijp genoeg bent bijna om te beseffen, ik ben. Dus dat is een enorme stap. En dat is die materie, dat spul, die lichaamscellen, dat bioplasma, wat zich opeens als een eenheid begint te ervaren. Eigenlijk een mysterie. En daar blijft het niet bij. Want we kunnen ons realiseren, ik ben. Maar je kunt ook je realiseren, als het ware nog weer een stapje meta, van hé, maar ik denk dat ik ben. Dus je denkt niet alleen, ik ben, maar ook nog eens, maar ik ben het die aan het denken is dat ik ben. He, dus het wordt nog weer ingewikkelder, nog weer als het ware gelaagder en daarmee eigenlijk ook alweer een stukje verder weg van
die directe ervaring van het hier en nu. En dat ik denk, dus ik ben, voor degene die een klein beetje filosofie hebben meegekregen, dat is natuurlijk het begin van de moderne westerse filosofie. Descartes, die zegt cogito ergo sum. Ik denk, dus ik ben. Daaraan kan ik niet twijfelen. Nou, er is nog wel veel commentaar op gekomen, maar als puur menselijke ervaring, ik denk dat ik ben, is dat inderdaad iets wat een enorm platform is, van waaruit we over onszelf nadenken en onszelf beschouwen en onszelf bijsturen. En wat daar denk ik nog bij hoort, is het besef dat waarschijnlijk nog wat later komt in een mensenleven. Dus als je gewoon een mensenleven hebt van baby tot bejaarden. Dat je op een gegeven moment ook denkt, er is een wereld zonder mij. De wereld zal doorgaan terwijl ik weg ben. Of weg, in ieder geval, uiteengevallen. Ten prooi gevallen aan entropie. Ik word weer stof. En dan is de wereld er nog steeds. En dat, ja, ik bedoel, ik word natuurlijk ouder. En ik weet steeds niet, vind ik dat nou een troostende gedachte of vind ik dat beklemmend? En ik wapper daartussen. Dus dat is, maar het is wel iets wat bijna ons lot is. Ons lot als mensen. Om dat te dragen, om dat besef te hebben. Ik ben, ik denk dat ik ben, straks ben ik er niet meer en is de wereld er nog wel. Dat is iets wat we moeten tillen. We moeten heel veel tillen, maar dat moeten we in ieder geval ook tillen. Het is een soort zelfreflectie. En in die zelfreflectie tuimel je weg van jezelf, verdubbel je, verdriedubbel je. En de vraag is, als je in die baan om jezelf bent, hoe kom je weer terug? En soms is dat heel moeilijk. Ik denk dat die vervreemding die je kan voelen, die vervreemding van het bestaan en van je eigen wezen eigenlijk, van je eigen leven, dat die voor een groot deel samenhangt met ons grote vermogen tot abstractie. Dus ik zie mensen in het verlengde van andere dieren, dat zal ik ook altijd zo zeggen, we zijn voor mij een diersoort. Maar ik denk wel, in tegenstelling tot sommige mensen, dat we echt een heel bijzondere, uitzonderlijke diersoort zijn. En dat heeft te maken met dat vermogen tot abstractie. Eigenlijk tot het vermogen van taal. Ik noem onszelf wel eens werkwoordwezens. Wij kunnen praten in termen van, het zou hebben kunnen gebeuren dat. Weet je, al die vormen van werkwoordsvervoegingen, die geven eigenlijk werelden aan die er niet zijn. In ieder geval niet nu, nog niet. Die zijn geweest, die gaan komen, of ze zouden kunnen zijn geweest, of ze zouden kunnen komen. Dat je dat kan. Dat je dat voorstellingsvermogen hebt om jezelf in mogelijke werelden te projecteren, als het ware, voor te stellen of te lanceren, om in die ruimte metafoor te blijven. Dat is iets, denk ik, wat komt met ons vermogen om in taal de wereld en de tijd voor onszelf present te stellen. En wat een grote kracht is, maar ook een gevaar. Het heeft tot de keerzijde dat je erin kan verzuipen. Ik denk dat je een psychose bijvoorbeeld zo kan zien. Je raakt verzeild in een wereld die zou kunnen zijn, die je kan voorstellen, maar waarin je ook bent en waarin je eigenlijk niet meer weg kan. En dat hoeft niet per se fijn te zijn. Het kan ook iets gevaarlijks zijn. Het kan zelfs eigenlijk iets dodelijks zijn. Maar dat komt wel met dat vermogen tot abstractie. Om dat helderder te maken, want dat is misschien niet zo concreet, een voorbeeld van apen. Frans de Waal, een van mijn helden, dus een etoloog, hè? Iemand die heel lang en heel werelds apen heeft onderzocht en interacties heeft onderzocht. En die altijd zal zeggen, die intelligentie toekent aan apen, die emotie toekent aan apen. Maar hij zal zeggen, ze hebben geen of weinig vermogen tot abstractie. En dat stel je bijvoorbeeld voor, dat maakt nogal uit. Want stel je bijvoorbeeld voor dat er twee apen zijn, twee mannetjes apen, die eigenlijk eraan toe zijn om misschien de macht over te nemen in de groep. Of ik weet eigenlijk niet hoe dat bij apen heet. Maar goed, er is altijd zo'n silverback, hè, de baas. Zo'n mannetje die de boel controleert. En jonge apen moeten op een gegeven moment die macht overnemen. En de oude aap die heeft nog flink de knoet erover, zou ik maar zeggen. En die jongere apen die zijn bevriend. Dat kunnen apen ook. Die kunnen gewoon vrienden zijn. Op een dag ziet de ene aap zijn vriend toegetakeld zijn.
En hoe kan de toegetakelde aap nou duidelijk maken wat er aan de hand is? Hij is op zijn kop gezeten door die opperaap. Dat ligt misschien voor de hand. Je kan je voorstellen dat die bevriende aap dat ook wel kan bedenken. En als die aap in de buurt is, de opperaap, dan kan de toegetakelde aap naar wijzen. Dat zou kunnen en dan is het wel duidelijk. Maar als de opperaap er niet is, dan kan de toegetakelde aap niet onomstreden of niet onomwonden duidelijk maken wat er aan de hand is. Hij moet het doen met wat er in de directe omgeving is. Hij kan niet in woorden, zoals wij wel, een wereld present stellen uit het verleden of in de toekomst. Hij heeft het gewoon te doen met wat hij om zich heen aan kan wijzen. En dat maakt ontzettend veel uit, want hij kan dus A, niet duidelijk maken wat er precies is gebeurd als die opperaap niet in de buurt is. En die twee bevriende apen kunnen ook niet echt heel ingewikkelde plannen maken voor een mogelijke situatie in de toekomst. Ze kunnen in zekere zin geen strategie bedenken. Kunnen ze wel ter plekke doen, maar ze kunnen dat niet gaan plannen en niet gaan voorbereiden zoals wij dat kunnen. En wij kunnen dat niet omdat we zoveel super intelligenter zijn dan die apen. We kunnen dat omdat we met woorden die mogelijke werelden present kunnen stellen. En dat aan elkaar kunnen overdragen. Dus die taal maakt dat we eigenlijk een proliferatie, een verdriedubbeling, een vertienvoudiging, verhonderdvoudiging van werelden hebben. Die we met elkaar kunnen delen. En waar we met elkaar plannen voor kunnen maken. En dat is onze kracht als mensheid. En dat is een kracht met een gevaarlijke rand. Zoals een kracht vaak een gevaarlijke rand heeft. Het kan je namelijk ook ontevreden maken met de situatie zoals hier nu is. En dat is iets wat Albert Camus, denk ik, heel mooi heeft gezegd. De mens is het enige schepsel dat weigert te zijn wat het is. Wij kunnen zo verdomd ontevreden zijn. En dat kunnen we omdat we ons een andere wereld kunnen voorstellen en met elkaar kunnen delen en daarover kunnen dromen en daarover kunnen fantaseren. En dat motiveert ons om die andere wereld te bereiken. Maar het maakt ons ook vaak ontevreden met de wereld nu. Nou, dan ben ik eigenlijk een beetje bij waar ik wezen wil. Want tevreden zijn met de wereld nu, dat is eigenlijk landen in de realiteit zoals die nu is. En dat is iets wat ik denk dat ik al gezegd heb, dat ik ervaar als een voor mijzelf een grote opdracht, of een groot bijna probleem. Ik vind het moeilijk om nu tevreden te zijn met de wereld zoals die nu is. En ik bedoel met tevreden zijn niet dat ik het mooi moet vinden of goed moet vinden, maar dat ik dit kan aanvaarden als mijn wereld. Eigenlijk nog simpeler. Dit is de wereld, Marjan. Dit is de realiteit. Droom niet weg. Fantaseer niet. Dit is allemaal aan de hand. De mooie dingen en de lelijke dingen. Het is prachtig, zoals ze net werd gezegd, maar het is ook gruwelijk. Zoals eigenlijk ook net heel mooi werd uitgebeeld. Het is gruwelijk en prachtig tegelijk. Hoe verhoud je je daartoe? Onze wereld, onze planeet. Nou, strakjes is er een theaterstuk wat gebaseerd is op een documentaire. Zo heb ik begrepen. Ik heb het nog niet gezien. Ik verheug me daar eigenlijk op. En in die documentaire gaat over een ouder echtpaar dat in de buurt van Tsjernobyl woonde. Die kerncentrale die in, wat was het, 86 is ontploft. En die besloot, wij blijven hier. Dus eigenlijk werd iedereen verordeneerd, wegwezen hier, veel te gevaarlijk terrein. Het is giftig. Deze plek is besmet. Dus je moet hier wegwezen. En dat weigerden ze. Zij bleven op de plek waar ze mee vergroeid waren. En wat voor hen hun leven was en is. En ze zeiden, dit was mijn leven, is mijn leven en ik wil dat dit mijn leven blijft. Zo heb ik dat begrepen. Dus ze wonen in een verboden zone. En ze weten dat het gevaarlijk is, maar ze blijven toch op een plek die ziek is. En de vraag is, en ik wil jullie uitnodigen om met die vraag ook dat theaterstuk te bekijken. Van, zijn ze nu wijs of dom? Of misschien breder, wat is hier wijs aan en wat is hier misschien niet wijs aan? En wat heeft dat te maken met mens zijn? Wat is er mooi aan willen blijven op je plek? En wanneer doe je het vermogen wat mensen ook hebben om plekken te creëren en om verder te trekken, wanneer doe je dat vermogen onrecht aan? Ik denk dat het een interessante vraag is om dat stuk mee te gaan bekijken. En dat ga ik zelf zeker doen.
En tot slot, ik ben bijna aan het einde. Ik denk dat, dat onze plek op onze plek, en daarmee bedoel ik de aarde, op een heleboel manieren ziek is. Lijdt, ook een gewonde plek is. En dat wij onder ogen moeten zien dat we voor een groot deel die plek zelf hebben verwond. Zelf ziek hebben gemaakt. We kunnen ons ook de toekomst voorstellen vanwege dat vermogen dat we hebben als werkwoordwezens, vanwege dat vermogen tot abstractie, vanwege dat vermogen om onszelf in een toekomst te projecteren. En soms ziet dat er heel grimmig uit. Want het blijkt alleen maar minder te worden. En de vraag is dan, hoe blijf je weg van cynisme en hoe blijf je weg van angst? Die angst is denk ik niet helemaal onterecht, maar cynisme is altijd wat mij betreft een verkeerde route. Het is een. Die angst is denk ik ook iets wat Musk motiveert, hè, om weg te trekken. Ik denk dat er stiekem onder zit. Hij kleedt het natuurlijk aan als iets heroïs, maar eigenlijk is het iets angstigs om weg te gaan van wat je weet dat misloopt. De vraag is, hoe hou je van je eigen plek? Hoe blijf je houden van je eigen plek, ook al weet je dat het een gewonde en zieke plek is. En ook al weet je dat wij als mensen daaraan hebben bijgedragen. En dat jij als mensje dat niet eventjes kan gaan veranderen. Dat is denk ik echt een vraag waar voor deze tijd. En mijn eigen idee is, we moeten op aarde landen. We moeten echt proberen om van deze prachtige, wonderbaarlijke, maar ook zieke aarde te houden. En ik denk dat je dat het beste kan doen door steeds te zien hoe mooi het is. Van elkaar te houden. En ook de toekomst te leven waarop je zelf hoopt. Nu al de toekomst te leven waar je op hoopt. Op deze aarde. En dat wens ik ons allemaal toe. En daarmee is eigenlijk mijn praatje tot een einde. Dank u wel.